WPTZ Rivierenland organiseerde donderdag 6 oktober het mini-symposium ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Het doel van het mini-symposium was enerzijds bekendheid te geven aan deze zorg in Rivierenland en anderzijds bestuurders, politici, vrijwilligers, mantelzorgers en andere geïnteresseerden de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en ervaring uit te wisselen. Zo kwamen vertegenwoordigers van WPTZ Nederland, het ministerie en vrijwilligers aan het woord.